Hallo iedereen, fijn dat jullie weer kijken. Ja, de afgelopen weken waren nat en eigenlijk veel te koud voor de tijd van het jaar. Nu, die regen, dat is in principe geen probleem voor de tuin. Integendeel, alles staat er groen en weelderig bij. Maar in geval van tomaten zorgt dat voor problemen. Ja, denk maar aan de tomatenplag of Phytophthora infestans, om nu maar een heel ingewikkeld woord te gebruiken. Dus ik dacht, ik ga mijn 3 tips delen om die tomatenplag te voorkomen, want dat kan nog. Dus ik zou zeggen, we gaan eraan beginnen. Welkom. Ik hoor het u luid opdenken. Wat is dan nu eigenlijk de tomatenplag of Phytophthora infestans? Als je al een tijdje tomaten kweekt, dan weet je ongetwijfeld wat die schimmel inhoudt. Maar ben je nieuw in het hele moestuinverhaal, dan ga ik dat nog even kort schetsen. De tomatenplag is een schimmel. Een schimmel die heel invasief is. Dat wil zeggen dat ze zich heel snel verspreidt en meestal ook door de lucht verspreid wordt. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje het vervelende eraan, want je hebt het nooit echt onder controle. Het kan van de aardappel overkomen en omgekeerd ook van de tomaat. Dus tomaat en aardappel zijn van dezelfde familie en die kunnen elkaar dus besmetten. En de zieke aangetaste delen die laten zich zien door bruine en zwarte vlekken. Meestal op de bladeren, vaak dan op de steel en op het laatst, als de aantasting echt al zo groot is, dan ga je ook vruchten zien met hele bruine plekken. Ja, die worden rot, die kunnen niet meer gegeten worden. Dus het is echt wel zaak om die schimmel nu onder controle te krijgen of tenminste te voorkomen. Want eenmaal je ze hebt, ja, is het echt wel moeilijk om er vanaf te geraken. En voor mijn eerste tip val ik misschien ongelooflijk in herhaling. Ik weet het. Ik ga het blijven herhalen, maar luchtcirculatie is het allerbelangrijkst. Zet dus je deuren of eventueel een dakvenster, als het niet echt stormt, dag en nacht open. Dit is zo belangrijk. Ik ga daarop blijven hameren. Lucht in de serre brengen, lucht in de kas is zo belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen water op de bladeren blijft stilstaan. Want die schimmel wordt vaak veroorzaakt door stilstaand water op de bladeren, maar dus ook door een te hoge luchtvochtigheid. Als wij hier alles dicht zouden houden in de kas, ja, dan kan hier geen luchtcirculatie aan en dan blijft het hier heel vochtig en dan kan dat niet opdrogen. Dus dit hier, dat briesje, is super, super goed en super belangrijk. Nu, ik wil ook nog benadrukken, die luchtcirculatie, die krijg je natuurlijk niet zomaar. Wat ik doe, is regelmatig overtollige bladeren wegnemen. En al zeker de bladeren die tot aan de eerste tros groeien. Die gaan er allemaal uit van mij. Hier en daar ook al wat bladeren. En een tip die ik ook altijd toepas, dat is, ik halveer mijn bladeren hier en daar. Als bladeren elkaar raken, ja, dan kan daar ook vocht in blijven staan. En dat willen we niet. Maar we willen ook onze bladeren niet helemaal weg hebben, want dat is voor die planten een manier om aan fotosynthese te kunnen doen. En daarvoor knip ik mijn bladeren dus in twee. Dus ik halveer ze en dat zorgt ervoor dat ze dus elkaar niet meer raken en elkaar hinderen. Maar tegelijk kunnen ze wel nog aan fotosynthese blijven doen. En dat is in geval van die tomaten echt wel belangrijk. Dus dit briesje hebben we echt nodig in de strijd tegen die tomatenplag. En een tweede tip is dit hier. Dit is lavagesteentemeel. Basaltmeel, lavameel, allemaal hetzelfde. Dat is eigenlijk een heel handig ding, want dat is een soort poeder, een gesteentepoeder, dat ik over de wondjes ga aanbrengen. Want als je dieft of als je bladeren wegknipt, dan maak je wondjes. En vroeg of laat kunnen daar schimmels naar binnen treden. Maar dit is een soort van natuurlijke pleister die je erop aanbrengt. Dus bij elke wonde ga ik eigenlijk een klein beetje poeder verstuiven op die wonde. En zo die wond gaan dichtmaken. En dat werkt heel goed. Nu, ik zie regelmatig mensen die hele plant bestuiven. Dat hoeft niet en dat is zelfs niet echt bevorderlijk voor de groei van de plant. Want bladeren die bevatten ook poriën. En door die poriën dicht te maken, kunnen de planten vaak niet meer aan fotosynthese doen en gewoon simpelweg niet meer ademen. En dan gaan ze niet optimaal groeien. Dus basaltmeel of lavameel, top, maar dan alleen op de wondjes die je aanbrengt. En dan is dat echt een toevoeging voor je
ja, voor uw tuinapotheek of zoiets. Mijn laatste tip omvat twee tips in één, als je nog kunt volgen. Ja, netheid is superbelangrijk bij tomaten, zeker in deze periode. Dat wil zeggen dat alle afval, dit hier dus, meteen bij mij in een zak verdwijnt. Een zak die dus in de GFT-bak gaat of naar het containerpark, waar ze dat soort dingen perfect kunnen composteren en warm genoeg maken. In onze tuin is onze compost vaak niet zo warm. En ja, het is ook gewoon een feit dat die schimmel zich altijd overal opzet en ook een winter kan overleven. Dus we moeten daar allemaal een beetje mee opletten, vind ik. Dus dit is de enige uitweg. Laat geen dieven of bladeren die je dan wegsnoeit, laat die niet liggen op de grond. Haal die meteen weg en dan voorkom je ook weer al een probleem. En de tweede tip in de tip is dit hier, de snoeischaar. Ja, als je dan bladeren wegknipt of je hebt iets grotere dieven die je moet weghalen, dan gebruik je een snoeischaar, logisch. Zorg ervoor dat die altijd scherp is, maar belangrijker nog, ga ze altijd goed ontsmetten. Ja, en dat ontsmetten, dat moet wel lukken, want de afgelopen anderhalf jaar hebben we dat genoeg in huis staan, denk ik. Een beetje van die ontsmetting. En dat is gewoon de bedoeling om schimmels niet van de ene plant op de andere over te brengen. Dus doe dat regelmatig voor je van plant naar plant gaat. Zeker in zo'n extreem vochtige periodes. Dan kan dat echt het verschil maken tussen de schimmel krijgen en verspreiden of niet. Dus wees daar een beetje aandachtig voor en dan komt dat helemaal goed. Dat waren ze al, mijn drie tips om die befaamde tomatenplag te voorkomen. Ja, laat ons echt hopen dat we allemaal gespaard blijven van die vervelende schimmel. Want het is toch echt wel, ja, het zou toch heel jammer zijn om onze met liefde opgekweekte plantjes verloren te zien gaan aan die ongelooflijke smerige schimmel. Hè. Dus laat ons daar allemaal op hopen. En ik hoop met deze tips dat dat wel moet lukken. Wil je meer video's bekijken? Ga dan naar tv.angelodorny.be en volg mij zeker ook op Instagram, want daar geef ik nog meer tips en weetjes. Doe dat zeker. Verschijnt hier ongetwijfeld wel ergens in beeld. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Een heel fijn weekend en heel graag tot de volgende. Bye bye.